Jasper, millennials en hun uitdagingen. Dat zijn er nogal wat. Absoluut. Wat zijn de grootste uitdagingen waar millennials zelf mee worstelen? Nou, het zijn er best een hoop. Maar als er één uitdaging is waar bijna alle millennials tegenaan lopen, dan is het eigenlijk, dat zijn het hun eigen verwachtingen. En hun eigen verwachtingen over hun privé en eigenlijk ook hun werkleven. Van, oké, heb ik de baan die goed bij me past? Kan ik me blijven ontwikkelen? Zit ik wel op mijn plek? Hoe is mijn work-life balance? Spreek ik genoeg af met vrienden? Hoe is met mijn gezondheid? Kan ik nog wel genoeg sporten? Ja. Heb ik nog genoeg vrije tijd? En dat vertaalt zich uiteindelijk ook naar de werkvloer, soms ook in keuzestress. Hè, of dat er ongezonde relaties ontstaan omdat ze hun werk niet helemaal goed afleveren. Omdat ze merken van, hey, ik zit ook nog met me, probeer ook nog andere ballen in de lucht te houden. Ja. Hey, op 1 december kwam uit de groepsessies naar voren dat millennials vaker het gevoel hebben dat ze geremd worden. Waar zit hem dat in? Waarom voelt een millennial zich geremd? Een groot onderzoek wat ik 2 jaar geleden heb gedaan is het millenniumonderzoek 2018. En hebben we onder andere gekeken van wat zijn nou eigenlijk de grootste energiegevers en vreters van millennials. Ja. En wat eruit kwam is dat onmacht eigenlijk de grootste energievreter is. Dus het gevoel van onmacht wanneer je dus ideeën hebt, maar bijvoorbeeld die niet worden gehoord. Hè, dat op het gebied van micromanagement, als ze ideeën hebben, maar dat eigenlijk snel wordt aan de kant wordt geveegd van, dat hebben we al geprobeerd, laat maar. Dus dat ze eigenlijk niet gezien en gehoord voelen. En dus eigenlijk niet die veranderbereidheid van de andere collega's eigenlijk voelen. Ja, dat zorgt ervoor dat ze zich eigenlijk veel meer terugtrekken. En ja, dat kan ook gewoon voor heel veel weerstand zorgen. Hey, en dan even een verdiepende vraag hoor. Ja. Onze generatie zou je eigenlijk dan ook een soort van in control kunnen noemen. Zit het in de generatie of zit het in de levensfase waarin wij zitten, Jasper? Ik denk dat controle iets van alle tijden is. Maar dat het ook een maatschappelijk fenomeen is. Hè, dat we steeds meer willen controleren met regeltjes. En dat zien we in organisaties, zien we natuurlijk in de hele maatschappij terug. Omdat we dus ergens volgens mij ook gewoon niet goed met onzekerheid kunnen omgaan. En dat is, gaat denk ik verder dan millennials alleen, er zitten andere generaties. Maar tegelijkertijd zitten wij wel in een positie, hè, in je 20, 30 jaar, dat jij de belangrijke keuzes moet gaan maken, privé en werkgerelateerd. Van oké, welke berg ga ik beklimmen en met wie ga ik dat doen? Dus dat zorgt ook met het hele grote keuzeaanbod wat er allemaal is, dat je wel even nadenkt voordat je die marathon gaat lopen met iemand een berg op. Hey Jasper, een hele leuke vraag. Wat is de grootste misvatting die andere generaties over ons hebben? Nou, wat toch vinden een beetje zij van ons? Nou, toch een beetje te veel gehoord. Hè? We zijn lui en verwend en kunnen niet tegen een stootje. En dat gedacht wordt over ons. Hè? Ergens ook niet gek. Hè? Dat ook zoveel mensen eigenlijk binnen 2, 3 jaar, als ze net zijn begonnen met een burn-out, thuis zitten of zoiets hebben van, nou, ik vind het werk niet leuk genoeg, ik gooi de handdoek in de ring. Maar goed, dus niet weten van, hé, waar komt het nou vandaan? Ja, dat in één keer hop dat label wordt opgeplakt. Ja. Jasper, die misvatting, hè? Dus dat wij lui zouden zijn en dat soort zaken, komt dat uit het feit dat we toch wel binnen een korte aanzienlijke tijd uitvallen op ons werk vanwege niet in controle zijn, onmacht, wat vervolgens kan leiden tot een burn-out? Ja, dat heeft ermee te maken. Kijk, wat eerdere generaties niet altijd goed weten, of althans, ze kunnen natuurlijk alleen maar kijken hoe ze hun eigen periode hebben ervaren. Hè? En dan zie je bijvoorbeeld in de techniek van, je maakt gewoon je werk af en dan pas ga je naar huis. Hè? Terwijl misschien de millennials hier nu iets van, oké, met de 5 uur of 6 uur, ik heb sporten, toeledokie. Ja, of dat ze inderdaad eigenlijk na 2, 3 jaar eigenlijk al thuis zitten omdat ze het niet aankunnen. En er kan iets gezegd worden over de veerkracht van deze generatie. En dat klopt. Ja, dat hebben psychologen ook onderkend. Dus dat onze, met een duur woord, frustratietolerantieniveau, dat wat lager is. Dus, hè, dus wij hebben nog niet goed geleerd om te gaan met tegenslagen. Omdat, en dat heeft deels ook te maken met hoe we zijn opgevoed. Dat eigenlijk heel veel vanuit onze ouders werd gegeven. Ergens ook een beetje het gras voor de voeten ook werd weggemaaid. De curlingouder komt er ook vandaan.
Dus ja, dat zorgt uiteindelijk voor, als er een uitdaging is, dat we dat ook ergens lastiger vinden. Plus ook het keuzeaanbod van wat er niet meer is. Dan denk ik van ja, maar als ik hier nu al zoveel weerstand op ervaar, ja, misschien is er wel een beter pad en is die pad niet voor mij. Ja. En daarnaast, wat er ook er verder mee speelt, is het aantal verwachtingen en eigenlijk ook alle technologische prikkels van social media. Je kunt je misschien als 40, 50, 60er niet voorstellen hoe dat, zeg maar, als jongere garde, wat dat voor invloed op je leven heeft. In een vrij, ergens ook een vormende, misschien ergens ook een onzekerende leeftijdsfase, waar je ook hele belangrijke keuzes moet gaan maken. Ja, dat zorgt gewoon voor overprikkeling. En dat zorgt uiteindelijk ook voor dat we dus minder veerkrachtig zijn. En Jasper, als we het hebben over de uitdagingen waar wij voor staan als millennial, dan denk ik dat we ook best wel voor een uitdaging staan in deze tijd, in coronatijd. Wat denk je dat dit uiteindelijk met onze generatie nu gaat doen? Dat is heel interessant. Want ik denk, als we kijken naar wat zijn eigenlijk de kenmerken van onze generatie. Hè? Dus dat we zijn op zoek naar zingeving. Dus die korte termijn geluk zit heel erg in ons. We zijn samenhorig, dat hele sterke wijgevoel. We willen ook graag authentiek zijn en we zijn enorme twijfelkonten. Nou, als we kijken naar zingeving, ja, dan zie ik twee dingen die kunnen gebeuren. Hè? Van of het is juist nu dat we denken van ja, weet je, dit is nu echt gewoon de kans en de tijd om het werk te gaan doen of mijn eigen onderneming te starten waar ik in geloof. Maar hè, als dadelijk ook de economische crisis uitbreekt, dan is het ook zoiets van ja, weet je, ik ben al lang blij dat ik werk heb. Dus zingeving is misschien wat minder belangrijk. Nu dat alle winkels gesloten zijn of waren, ik weet niet wanneer dit filmpje allemaal wordt gekeken. Ja, zorgt het ook voor dus dat we veel minder prikkels hebben en eigenlijk ook veel meer gedwongen worden om bijna te genieten van een simpele wandeling. Hè, dus dat die verslaving aan endorfines, om eigenlijk iedere keer maar weer die korte high te vragen van een nieuw spulletje, een nieuw koffietje hier, lunchje daar, vakantie daar. Ja, dat steeds meer uit ons systeem is. Dus dat daar misschien wat meer rust in ontstaat. Ik denk dat het saamhorigheidsgevoel dat alleen maar versterkt is geworden. Ja, en de twijfel in ons, dat zal waarschijnlijk nog even blijven zitten. Maar dat we daar dus eigenlijk ook met het beperkte keuzeaanbod wat we moeten kunnen doen, dat we ook steeds meer berusting misschien eigenlijk ook wel kunnen vinden in de keuzes die we maken. Dus ik denk dat het overal ons wel heel goed kan gaan doen. Jasper, als we het hebben over de uitdagingen van onze generatie en wij deze vertalen naar onze technische branche, wat gaat dit dan doen met onze generatie? En zou je het boek kunnen vertalen voor onze volgende generatie na ons? Want ik denk dat zij, zeker als het gaat om de technische branche, enorme druk zullen gaan ervaren vanuit nu de coronatijd, maar wellicht ook vanuit onze klimaatdoelstellingen waar we voor staan. Ja. Ja, ik denk dat jullie in een hele interessante branche zitten. Dus wat ik zie en wat ik hoor ook in mijn gesprekken met jou, ik denk ook wat je net terecht zei, er komt eigenlijk steeds meer druk ook op jullie branche terecht. Hè? Want de uitstroom is groot, de aanwas van jong talent is soms beperkt. Hè? Ondertussen worden er allemaal beleidsmaatregelen van klimaatdoelstellingen gedrukt. Nou, vervolgens, doordat iedereen thuis zit en steeds meer ook van de kranen alles sanitair gebruikt, dat de wachttijden voor de loodgieter omhoog gaan. Oftewel, er komt steeds meer druk terecht. En dan is de vraag van oké, wat doet die druk met jullie? In die zin eigenlijk ook onze generatie. Nou, als we dan even gechargeerd gezegd zeggen van dat we eigenlijk al heel veel millennials van nature al een prestatiedruk hebben, dat er ook vervolgens nog een verwachtingsdruk komt. Ja, dan is dat wel iets om zeker rekening mee te gaan. Ja, die prestatiedruk wordt eigenlijk alleen maar hoger. Hè? Er wordt meer van ons verwacht. We hebben het er net al even over gehad. We zien toch dat veel meer van onze mensen in de breedte moeten ontwikkelen. In plaats van in de hoogte, dus op een hoger opleidingsniveau. Dus de prestatiedruk zal alleen maar groter worden. Wat adviseer jij onze generatie, maar ook onze nieuwe generatie die voor een behoorlijke doelstelling komt te staan? Ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk heel dicht bij jezelf te blijven. Hè? Want en dat vraagt ook om zelfonderzoek. Van wat vind ik belangrijk? Waar krijg ik nou energie van? Dus ook bijvoorbeeld echt voor jezelf te gaan mappen van gewoon op te schrijven. En in de dag en in de week van waar krijg ik nou energie van? Schrijf dat dus op welke activiteiten, welke mensen, welke werkzaamheden. En ga eens kijken of je daar in ieder geval ook genoeg tijd aan kan besteden of misschien wel meer in de week. En dat je het daar bijvoorbeeld ook met je collega's, met je baas over kan hebben. Ook met die druk die steeds gaat toenemen. Want het is gewoon belangrijk dat je gewoon blijft doen waar je energie van krijgt. Want als je dat niet doet,
En je zit dus veel meer energie slurpende activiteiten te doen. En je hebt nog eens een keer een verwachtingsprestatiedruk. Ja, dan kan je heel snel in een vicieuze cirkel komen. Waardoor je dan of, hè, even millennial stuk gezien. Dus of hè, in het zingevingsvraagstuk van, ja, weet je, misschien is dit gewoon niets voor mij. Ja, of dat je er dan onderdoor gaat en thuis komt te zitten met een burn-out. Ja, nou dankjewel Jasper. Dit is duidelijk. Het belangrijkste is dat mensen voor zichzelf gaan onderzoeken waar ze gelukkig van worden en in welke branche ze gelukkig zijn en welk werk ze graag willen doen. Absoluut. Dankjewel. Ben je nog op zoek naar tips? Ik heb samen met Jong Techniek Nederland een tiental tips voor jou geformuleerd die je gaan helpen om beter samen te werken met millennials. Voor meer informatie over Jong Techniek Nederland, kijk op technieknederland.nl/jongtechnieknederland.